Breda Nu. Je weet het meteen. Ja. We gaan in het Koningstijg openen. Winterland zit eraan te komen. Serious Request zit eraan te komen. En we hebben een 90 meter lang pad bijgekregen in ons park. En ik ben er ontzettend trots op. Dat water steeds weer meer gaat leven in Breda. En eigenlijk een plek waar ook de Spanjaarden hier weer bijna verslagen zijn, gaan we nu de Koningstijger openen. En ik hoop dat iedereen er met heel veel plezier gebruik van gaat maken in de komende jaren. Bij deze... We hebben zojuist de Koningstijger geopend. Een 90 meter lange stijger die als eigenlijk extra wandelpad door het, langs het Valkenbergpark ligt. Maar waar ook bootjes kunnen aanmeren en waar je kan in- en uitstappen en het, van het water gebruik van kan gaan maken. Waarom duurde het zo lang voordat de stijger gemaakt is? Nou, het is wat dat gaat heel snel gegaan. Binnen een jaar tussen het plan en de realisatie is, kan je heel snel zijn. Maar we hadden het liever eerder geopend inderdaad. Maar dat had te maken dat er nog een aantal vogels hier aan het broeden waren die we graag met rust hebben gelaten. Er zat nog wat in de constructie. Er moest materiaal uit Amerika komen. Dus al met al ben ik nog steeds heel tevreden dat we nu voor Winterland en voor Serious Request deze stijger kunnen openen. Deze stijger die blijft hier gewoon altijd liggen. Want deze is gewoon permanent. Dus het is gewoon echt een toevoeging van het park en van voor de waterrecreatie in Breda. Nou, ik nodig iedereen graag uit om het extra wandelpad langs het park te gebruiken. Om zo ook echt lekker met je voetjes in het water van onze singels en van het water te komen genieten. Breda Nu. Je weet het meteen.